Aan wie kan ik dat beter vragen dan aan een man met de volgende naam? Echt, en dan sta je daar, dan heet je Tom de Kok. En dan moet je bellen met Vincenzo. Buongiorno, uit Genk. Vincenzo, goedenavond. Goedenavond, Tom. Wat een fantastische naam, man. Ik ben er zo jaloers op. Wat een intro. Maar echt, Vincenzo, buongiorno. Dat is echt... Ja. Jij zou je eigen pastamerk kunnen hebben, je eigen restaurant, je eigen kledinglijn. Tom, en je zou een film... Tom, geschiet in de roos. Ah, want dat heb ik. Heb je dat al? Ja, jij bent een drankenhandelaar of zoiets, hebben ze mij verteld. Ja, ik produceer mijn eigen limoncello, mijn eigen Dom Pepe, gemaakt van Siciliaanse bloedappelsine. Kijk, en alleen al hoe hij dat uitlegt. Van Italië. Dames en heren, je ziet hem zo met zijn handen gesticuleren. Vincenzo, maar nu even alle gekheid op een stokje. Merk je dat mensen Italiaans echt een aantrekkelijke taal en een aantrekkelijk... Als je Nederlands spreekt, heb je ook dat accent een beetje. Met dat Limburgs er dan nog eens bij, dat maakt het nog eens extra pittig en pikant. Maar merk je dat mensen dat aantrekkelijk vinden? Zeker, Tom. Ik merk dat, zeker als wij naar buiten komen... Ik ben een grote fan van Italiaanse muziek. Ik heb heel veel van mijn vriendinnen Italiaanse muziek laten ontdekken. Mm-hmm. En dan komen die teksten naar boven en die worden dan via Google Translate zo verkracht. Ja. Ik ga straks Laura Pausini is door het Google Translate halen, het is beloofd. Ja. Daar krijg je 20 jaar gevangenisstraf voor, dat weet je. Ik kan het zo meteen doen. Maar wat is het nu dat er dan voor zorgt dat die vriendinnen van jou zo smelten voor dat Italiaans vindt en zo? Kan je dat verklaren? Ja, we hebben voor elk woord hebben we misschien 10 verschillende woorden. Aha. En als je daarmee begint, dan gaat jij tot in de detail zoeken van welk woord wil ik nu eigenlijk zeggen. Het is een hele poëtische taal, een hele rijke taal, juist, Italiaans. Juist, okay. Hè, want als wij vandaag een woord in het Nederlands nemen, dan is dat oké. Okay. Maar in het Italiaans hebben we voor hetzelfde woord misschien 10 verschillende verklaringen. Ah ja, kan je een voorbeeld geven, Vincenzo? Oh, ik geef nu een voorbeeld van wij zeggen, ik hou van jou. Ja? Maar je kunt ook zeggen, ik geef om jou. Maar dat klinkt al niet. Hè? Nee. Maar in Italiaans zeg je, ti voglio bene. Hè? Oh, echt? En dan zeg je, ik geef om jou. Ja? Ik wil je heel kort bij mij. Waar je zegt, in het Nederlands, ik hou van jou, dan zeg je, ti amo. Vincenzo, echt waar, ik krijg het warm tot in mijn bilnaad. Echt waar. Nee, dat is... je hebt gelijk, ik ben ermee aan het zwanzen. Je hebt gelijk. Er zijn ook mensen die je Limburgs ook ongelooflijk sappig en sexy vinden, trouwens. Op 60. Ja, maar wij doen dat met alles. We doen dat niet alleen met de taal, hè, Tom. Nee. Maak maar uw hele... Doe je oogjes toe en denk gewoon in de keuken. Doen, wat doen wij in de keuken? Daar brengen we dezelfde simpelheid, koken. Maar lekker en een mooie naam. Ah, ja. In de modewereld, een Dolce & Gabbana. Het klinkt ook allemaal zo passioneel, Vincenzo. Er zit passie maar achter. Er zit de passie in. Er zit de passie in. Ja. Ik denk, en ik ben ervan overtuigd, dat eender welke Italiaan, een kleine poëtis, ja, en dat doet vanuit zijn hart. Ja. Want als hij dat niet doet vanuit zijn hart, dan heeft hij een probleem. Ik heb mij laten vertellen dat jij ook een bijzondere begroeting hebt aan het einde van je e-mails, Vincenzo. Buongiorno. Oh ja. Mijn e-mails eindigen met con amore en passione. Met liefde en passie. Met liefde en passie. Ik beantwoord uw e-mail met liefde en passie. Vincenzo, als ik nog... dat ik een antwoord krijg met liefde en passie. Als ik nog niet getrouwd zou zijn, ik zou rap eens een limoncello komen drinken, kameraad. Merci. En Tom, Italië boven. Ik ben uitgenodigd naar Limburg, hè. Ah, wel, ik kom af, want ik heb mij hier nogal laten wijsmaken dat de mensen daar geweldig gastvrij zijn. Dus ik kom zeker af. Je hebt u niks wijsgemaakt. Er is wat concurrentie wat sexy talen betreft. Er komen zo meteen nog een paar mogelijke concurrenten aan. Maar hey, als we er dan toch over beginnen, dan diep ik met graagte. Ik weet dat er misschien niet akkoord mee kan zijn, maar ik ga het over Laura Pausini. En ik zal even op Google opzoeken wat het betekent. Vincenzo, buongiorno, principessa, tot gauw. Ja, ciao. Salut, tot gauw. Ciao. Ha, heerlijk. 2 keer verliefd op 1 uur, jong. Je moet het maar doen. Laura Pausini, meezingen mag. Mi dispiace, devo andare via. Ma sapevo che era una bugia, quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi.
e lo aspetti ad un telefono, litigando che sia libero, con il cuore nello stomaco, un gomitolo nell'angolo, lì da sola, dentro un brivido. Ma perché lui non c'è e sono strani amori che fanno crescere e sorridere. Grandi amori che finiscono, ma perché restano nel cuore strani amori che vanno e vengono nei pensieri che li nascondono, storie vere che ci stavolta l'ho promesso a me, perché ho voglia di un amore vero.